gaan we weer knutselen. En wat ik nou zelf altijd heel leuk vind, is om je notitieboek of agenda nog mooier te maken. Maar dan bedoelen we ook echt nog veel mooier maken. En daarom gaan we deze aflevering van Knutsel TV schoolspullen versieren. Ja, en ik werk altijd het liefste met potloden. Nou vind ik deze bruine een beetje saai. Ja. Dus daar ga ik vandaag mee aan de slag. En daar heb ik het volgende voor nodig. Potloden, veren en washi tape. Nou, ik ga meteen aan de slag. Je hebt van duct tape hele leuke washi tapes in allerlei kleuren. Je hebt softe pasteltinten, felle neonkleuren. Je hebt sterren tapejes. Ik vind deze met sterren heel erg leuk. Oh, die is prachtig. Ja, schitterend. En ik denk dat een roze en een groene veer daar wel echt heel leuk bij staat. Goed idee. En hoe begin je dan? Nou, dan pakken we de tape. En dan pakken we eerst even één veertje, graag roze. En die duwen we er heel strak tegenaan. Kijken, zo. En dan beginnen we even met rollen. Zo. En dan wikkel je hem er een paar keer omheen, zodat hij goed vast zit. En wat nou het fijne is van washi tape, ik heb geen schaar nodig. Scheur het zo af. Oh, easy, easy. Ik ga ook met de washi aan de slag, want daar kun je alle kanten mee op. En ik ging een notitieboek versieren vandaag. En ook daarvan heb ik een paar keuzes. Kijk, deze helemaal volgeplakt. Deze een hartje uitgemaakt. Maar ik ga vandaag, net als Anouk, voor de ster. En ik heb op internet een mooie ster gevonden. Eerst even uitknippen. En naast deze ster heb je nodig een notitieboek, de washi tape, een schaar, een snijmat en een Stanley mes. Kan ik jou zo zien? Ja. Zo, dit is de ster die ik ga gebruiken om op het notitieboek te doen. En als je hem erop legt, is die te groot. Dus wat doe ik? Ik zal de tape aan de binnenkant leggen. Maar die puntjes krijgen, dat is nog wel lastig. Dus daarom begin ik eventjes met het plakken van de tape op de snijmat. Anouk is zo precies. Hier zo. Hij is af. Mooi bijgesneden. En dat is nou het grote voordeel, want hij zit nu vast op de snijmat. Maar het voordeel van washi is dat hij makkelijk plakt op alle ondergronden, maar dat je hem er ook makkelijk weer af kunt halen. Dus deze ster moet ik heel voorzichtig nu van de snijmat afhalen. Alle puntjes even meepakken. En pak ik hem zo dadelijk. En ik heb er ook weer één af. Oh, vier. Anouk, jij gaat snel. Ja, hoe is het met je ster? Mijn ster is los. Dus, maar op het boek zullen we hem plakken. Ergens hier zo in het midden. En ook eens kilometers aan het maken. Ik heb de voorkant af, maar een achterkantje hoort er ook bij een gezellig boek dat je maakt. En dan gaat de ster. Zo. Dan krap ik zo dadelijk dit embleempje er nog even af. Oh, mooi. Dat is mooi, hè? En wat nou grappig is, kijk, die boeken die gaan in je tas en die gaan overal mee naartoe en je schrijft er wat op. Dus dat kan er een beetje afgaan. Wil je nou zorgen dat het echt voor altijd erop blijft zitten? Even wat lijmvernis eroverheen spuiten. Dan sta je daar chic te doen met al die pennen. Ik heb gewoon al vier potloden gemaakt. Mooi! Mooi, hè? Wil je daar een? Ja, ik vind deze wel tof. Thank you. Geef ik jou deze. Dank. Leuke knutsel. Ja,